VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi roept de regering op de samenleving te informeren over de nieuwe gevallen van het COVID-19-virus. In de afgelopen dagen is er weer een lichte stijging te zien in het aantal besmettingen, inclusief ziekenhuisopnames. Jogi wil dat de regering komt vertellen hoe het virus beheersbaar gehouden zal worden. Maar tegelijkertijd vragen we de regering ook, voorzitter. Ik heb begrepen dat er geen middelen zijn voor COVID-aanpak, campagne, voorzitter. Financiering van zaken die nodig zijn om dat beheersbaar te houden, voorzitter. En ik vraag dus de regering om aandacht te geven. De minister van Financiën, waarnemend minister van Financiën, is in ons midden. En laten we gaan kijken welke financiële tegemoetkoming wij moeten geven. Zeker aan het ministerie van Volksgezondheid, zodat zaken opgepakt kunnen worden. We hebben een stukje stilstand gehad, een hele tijd. En de zaken zijn een beetje ontmanteld, gedemobiliseerd. Maar ik denk dat we zaken weer in stelling moeten brengen. En niet dat wanneer we straks een grote golf hebben, en dat we dan gaan beginnen te kijken naar voorzieningen die we moeten treffen. Voorzitter, we moeten die samenleving beschermen, we moeten het volk beschermen. Dat zijn wij gewend van deze regering, dat ze kordaat en op tijd maatregelen en voorzieningen treffen. Jogi deed een verzoek aan de regering om met alle voortvarendheid deze kwestie aan te pakken. Malvin Bova van de NDP haalde aan dat eigenlijk de totale veiligheid van de samenleving in het geding is. Hij staafde dit door te stellen dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt en dat het nu tijd wordt dat de regering optreedt. De criminaliteit die neemt ernstige vormen aan, we zien geen kordaat optreden. Ook de drugscriminaliteit, voorzitter, honderden. In sommige gevallen ongekend zelf duizenden kilo's drugs vanuit Suriname. En niemand zegt wat. We hebben niet de president gehoord, we hebben niet de VP gehoord, we hebben niet de minister van Justitie gehoord. Nobody's talking about that. Ik denk dat het vrij ernstig is dat de regering hierover echt crisisberaad moet hebben over de aanpak van de criminaliteit. Er zijn te weinig politiemannen op straat te zien. De surveillances nemen af. Een tijdje ging het redelijk, maar het neemt af en de criminaliteit neemt toe. Bova meent dat de regering zich ernstig moet buigen over de steeds erger wordende criminaliteit in het land. Ook moet de verkeersveiligheid worden aangepakt. Een eerste stap is volgens hem de aanpak van de infrastructuur en verkeersmeubilair.